De salarissen van een aantal ambtenaren zijn ten onrechte geblokkeerd. Dit liet NDP-parlementariër Melvin Bouva vandaag in de Nationale Assemblée weten. Het gaat om ambtenaren die zich wel hadden opgegeven bij de landelijke registratie van ambtenaren. Daarnaast zijn ook salarissen geblokkeerd van functionarissen die vanwege politieke redenen ter beschikking waren gesteld. We begrepen van een aantal leerkrachten, we begrepen van ambtenaren van ministeries van RO, van onderwijs, van OW, openbare werken en andere ministeries, zou je moeten zeggen, voorzitter, dat de zaak wordt geblokkeerd. Weet u wat dat betekent? Dat je uitkijkt naar het moment dat je van het een op het ander moment geen salaris gaat krijgen, voorzitter. En nu is er een bericht van het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat wel de regering uitgekomen, dat inderdaad men erkent dat het systeem heeft gefaald, dat men inderdaad erkent dat het systeem fouten heeft, maar dat men het gaat corrigeren aan het eind van de komende maand. Voorzitter, ik denk niet dat dat kan. De regering bepaalt, de minister van Binnenlandse Zaken bepaalt wanneer er wordt uitbetaald vanuit Subima. De betaalrol kan worden gesteld, niet wanneer je denkt dat het weer moet komen eind van de maand, maar als het moet worden gecorrigeerd, je erkent dat. Pleit ik ervoor en vraag de regering om dat meteen te doen. Binnen een week of twee weken moet dat gedaan zijn. Bouva wil van de overheid duidelijk weten hoeveel ambtenaren hun salarissen worden geblokkeerd. Daarnaast pleit hij ook voor de juiste informatie naar deze mensen toe. Wat staat er te gebeuren en hoe en op welk termijn gaat de regering dat corrigeren? En wij zeggen dat het onmiddellijk moet worden gecorrigeerd. Want mensen, het is moeilijk genoeg, voorzitter. De man om mannen zonder salaris. Dank u wel. Alsjeblieft, dringende aandacht. Ja. De overheid heeft eerder aangegeven dat salarissen van ambtenaren die zich niet hadden geregistreerd tijdens de landelijke ambtenarenregistratie geblokkeerd zou worden.